Ryan Koolwijk, wat ging het vandaag lastig, zeg? Zeker. Ik denk niet dat dit een van onze beste wedstrijden was, maar in die weg dat we wel 3 punten hebben. Ja, en wat een hele belangrijke overwinning ook, hè? Zeker. Ik denk dat dit gewoon een 6-punten wedstrijd was. En als je deze niet had gewonnen, dan had dit er niet goed uitgezien. En nu heb je weer een beetje adem en is het weer allemaal wat positiever. De afgelopen weken werd er heel veel over gezegd. Excelsior kreeg 3 wedstrijden, 15 doelpunten tegen. De helft van het aantal doelpunten dit seizoen. Ja, en als je dan uiteindelijk hier de 3 punten meeneemt. Zeker in een directe, tegen een directe concurrent in de wedstrijd waarin het niet lekker loopt. Ja, dan is dat ook wel heel erg lekker een keertje. Zeker. En wat je aangeeft. Ik bedoel, we willen altijd goed voetbal spelen. En dat was het vandaag niet. En dan is het belangrijk dat je wel de punten meeneemt. En dat hebben we vandaag gedaan. En voor mij mogen er nog meer wedstrijden als deze komen. De eerste helft was, laten we het gewoon zeggen, dramatisch. Waar lag dat aan? Dramatisch moet ik zeggen. Het was niet goed, maar dramatisch vind ik heel overdreven. Maar, beide kanten was het trouwens niet goed, hoor. Ja, dat geloof ik best. Maar voor mijn gevoel hadden we in het begin van de eerste helft de wedstrijd wel redelijk onder controle. Alleen we werden niet gevaarlijk. Het was tot de dubbele 16 een beetje van hun en daarna hield het op. Naarmate de eerste helft voordeelde, ging het wat vaker heen en weer. Veel fouten, veel balverlies. En ik denk dat waar het aan komt, weet ik niet. Maar ik denk dat misschien een klein beetje spanning die sommige jongens hadden, dat wat ze normaal wel goed doen, dat het vandaag niet goed ging. En ik ben met je eens dat de aantal jongens hun niveau niet hebben gehaald. Maar dan is het wel lekker dat je toch de punten pakt. Je gaat op een gegeven moment de rust in. 0-0 is het dan. Het was, laten we het zeggen, geen goede eerste helft. Dan kom je uit de kleedkamer. Dan heb je met z'n allen het idee van, we gaan ervoor. Binnen 1,5 minuut sta je 1-0 achter. Ja, dat idee hadden we ook. Dat zeiden we ook in de kleedkamer. Van jongens, doorgaan en blijven bikkelen. En dan komt het goed. De kansen gaan we krijgen. En dan uit een doodspelmoment, of was het uit de afgeslagen corner volgens mij die weer in werd? Afgeslagen corner. Zit hij er weer in. En zo hebben we vaker goals tegen gekregen. En ik vind dat gewoon persoonlijke fouten. En dat moet gewoon beter. En ik denk als je in zulke situaties, als we het beter gaan doen, dan creëer je ook wat meer rust voor jezelf. Op een gegeven moment was het aan de bal werd ingespeeld richting Martijn, de rechterkant van het veld. Die gaf uiteindelijk de voorzet waaruit de gelijkmaker werd gescoord. De goal van Ali. Op dat moment zei ik nog van, als Excelsior nu de bal verliest, dan ligt het veld bijna helemaal open. Die goal kwam ineens uit de lucht vallen, had ik het idee. Had jij dat ook? Een beetje wel, maar het is wel wat je zegt. Ik bedoel, je schoof gewoon goed in. En daardoor creëer je gewoon allemaal meer op het middenveld en dan geeft een fantastische voorzet. En Ali komt er fantastisch binnen. En Slijmbal, hij staat naast je. Dus het is zo wat je zegt. Als je hem verliest, dan zijn ze gelijk aan de andere kant. En dat gebeurde tegen Ajax. En dan is het zaak om die bal niet te verliezen. Dus zo simpel is het. Er was ook heel veel commentaar na afloop op jouw goal. Omdat jij schoot hem binnen. Je bleef heel rustig ook toen je hem binnen schoot. Niet zomaar blind schieten. Maar er werd gezegd dat er, volgens mij was het Mahmoud, of dat hij buitenspel stond. Ja, klopt. Ik heb het teruggezien en hij stond inderdaad buitenspel, maar ik schoot op doel, ik schoot niet naar hem. Dus dan kan hij buitenspel zijn wat hij wil, maar hij zit er gewoon in. Doet er dan eigenlijk niet toe? Nee, hij doet er zeker niet toe. Ik bedoel, hij stond een beetje achter de keeper. Ze zeiden ook van hij hindert de keeper, maar volgens mij stond hij niet in de lijn van het schot. En de keeper kon gewoon vrij duiken, dus dat is onzin. Het is ook eens lekker dat het balletje een keer wel de kant van Excelsior opvalt dan. Dat is zeker lekker. En wat je wel aangaf, ik hoor wel dat het een uitbal voor hem was. Maar dat mag ook niet zo verleid. We hebben de punten. Afgelopen week ook goed nieuws rond jouw eigen positie. Je wilde snel duidelijkheid. Die is er gekomen, want je hebt je contract verlengd. Ja, yes, dat klopt. Met 2 jaar? 2 jaar, ja. Waarom wilde je juist snel die duidelijkheid hebben voor de verlenging? Nou ja, ik wil gewoon een beetje zekerheid voor mezelf. Ik ben ook al wat ouder, ik ben 33 en ik heb ook een gezin. En die heeft het ook naar zijn zin hier in Lekkerk, waar ik woon. Dus ik wou gewoon duidelijkheid en dat gaf ik gewoon aan. Ik wil duidelijkheid en als jullie mij dat niet kunnen geven, is dat geen probleem. Maar dan moet je niet 2 maanden voordat het seizoen ten einde loopt komen. Want we willen toch verlengen. Want dan ga ik ook wachten en dan ga ik kijken wat op mijn pad komt. Het zegt ook wel iets, hè, dat Excelsior ook snel met jou wilde verlengen. Dat denk ik wel, ja. Want er straalt wel een soort van vertrouwen uit. Ik neem aan dat dat ook besproken is bij jullie. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, er straalt vertrouwen uit van de club. En ik heb het naar mijn zin. En dat vind ik op dit moment het belangrijkste. En gaan we 2 jaartjes Excelsior weer in de Eredivisie houden. En daarna? Hopen dat ik me nog zo fit voel dat ik nog kan verlengen. Dus en een contractverlenging en 3 punten. Het is een lekkere week voor sowieso voor jou. Is een heerlijke week. Ik denk dat voetbal wat je zegt niet goed was. Maar een doelpunt verlengd, dus kan niet beter.
Maakt 200 zoveel kilometer terug toch wel een stukje lekkerder, hè? Zeker, zeker. Ik ga lekker ontspannen liggen en even wat appjes beantwoorden. Goeie reis. Is goed, dankjewel.